Zowel koningin Maxima als koning Felipe hebben recentelijk genoten van een welverdiende vakantie in het idyllische Spaanse skigebied Baqueira. Opmerkelijk genoeg kozen ze ervoor om zonder hun respectievelijke echtgenoten, koning Willem-Alexander en koningin Letizia, van deze winterse ontsnapping te genieten. Koning Felipe, omringd door een groep vrienden, beleefde plezierige momenten op de besneeuwde pistes van Baqueira. Terwijl hij ontspannen in een skilift stapte en s'avonds genoot van een diner in een lokaal restaurant, viel het andere op dat de Spaanse vorst zijn vakantie in goed gezelschap doorbracht. De eigenaresse van het restaurant bekenden verrast te zijn toen de koning onaangekondigd binnenkwam, waardoor de avond een koninklijk tintje kreeg. Niet ver daarvandaan was ook koningin Maxima aanwezig, en net als koning Felipe koos zij ervoor om zonder haar koninklijke wederhelft te genieten van de charmes van Baqueira. Spaanse media wisten haar te spotten terwijl ze met jeugdvriendin Valeria Delger ontspannen genoot van een drankje bij bar 1500, een gezellige plek met een uitgebreid assortiment aan koffie, snacks en cocktails. De koningin, die tijdens haar verblijf ook de lokale winkels verkende, maakte indruk op de eigenaresse met haar vriendelijkheid. Een ooggetuige onthulde dat Maxima samen met Valeria een sportwinkel en een souvenirwinkel bezocht, waarbij de koningin blijk gaf van haar hartelijke karakter. Al met al lijkt Bakera niet alleen een geliefd toevluchtsoord voor wintersportliefhebbers. Maar ook een bestemming waar koninklijke hoogwaardigheidsbekleders ongedwongen kunnen genieten van hun vakantie, omringd door vrienden en het schilderachtige landschap van dit betoverende skigebied.